In speelronde 26 is het tijd voor Eerste Klas Spektakel. De nummer 2 tegen de nummer 1. De koppositie staat op het spel. Ajax tegen Feyenoord. Oftewel, tijd voor de klassieker. Schöne probeert het ineens en die zit er meteen in. Lasse Schöne in de eerste minuut. 10-10-10 klinkt in de arena. Voor de quizvraag gaan we bijna 6 jaar terug in de tijd. Lasse Schöne zorgt voor een heerlijk begin van de wedstrijd. En nog voor rust scoort een andere Ajax-ziet zijn eerste doelpunt voor Ajax 1. Maar wie? Is dat antwoord A, Justin Kluivert? Is dat antwoord B, Matteo Cassiera? Of is dat antwoord C, David Neres? Straks het antwoord. De vorige Ajax-Feyenoord is er eentje om niet snel te vergeten. 5 dagen na de Europese uitschakeling tegen Benfica wil Ajax zich revancheren tegen Feyenoord. En dat lijkt in de eerste helft een lastige klus te gaan worden. Kans voor Feyenoord om de score te openen. En dan is het in de rebound alsnog Sinisterra die voor de voorsprong van Feyenoord zorgt in de 8e minuut. Ruimte voor Gravenberg. Gravenberg met een schot. Marciano rebound. Aller 1-1. Dessers. En dan Til. Het staat 2-1. In de tweede helft weet Ajax de wedstrijd alsnog op een prachtige wijze naar zich toe te trekken. En die valt er in één keer in. Het is 2-2. Dusan Tadic met de gelijkmaker. Direct door op Tagliafico. Terugleggen. En dan is dit Anthony. En dan is dit de 3-2. Weer 3-2 in de slotfase. Memorabele edities van Ajax-Feyenoord zijn er natuurlijk genoeg. Het is niet voor niets de klassieker. Voor nu pikken wij de editie van november 2009 eruit. Vooral na rust is Ajax ijzersterk. En Urbiën Manuelsson zet amper 2 minuten na het begin van de tweede helft op prachtige wijze de toon voor een waar spektakelstuk. Emanuelsson. Zorgt gewoon voor het opbergen van allerlei discussies. Want hij is er weer. Kans Ajax, doelpunt Ajax. Het is niet te weerstaan. De Zeeuw. Ja, dit is kinderlijk eenvoudig. Daar ziet hij hem dus ook alleen maar gaan. Voor het verhaal van deze week gaan we een stuk verder terug in de tijd. We gaan namelijk terug naar de jaren 70, naar het tijdperk van Ruud Geels. De aanvaller speelde 4 seizoenen voor Ajax, waarin hij 4 keer topscorer van de Eredivisie werd. En Feyenoord groeide uit tot een van zijn favoriete tegenstanders. En dat werd mooi duidelijk op 1 november 1975, toen hij niet 4 keer, maar zelfs 5 keer scoorde. Muren. Geels, schitterende kopstoot. Ruud Geels. Want bij die goal was je een soort astronaut, hè? Ja, er is al gezegd dat ik vanuit de lichtmast kwam vallen door Van Hanegem uit die. En ja, er zijn heel veel superlatieven zijn er gebruikt. En ja, wat het was, was het. Het was gewoon een wereldgoal. Gaat Geels zelf scoren? Ja, de hat-trick van Ruud Geels. Geels, nee, Treitel. Hij zit erin. Hij zit erin, toch, via de handen van Treitel. Geels, ja, 6-0 op de valreep. 2 jaar later is Ajax-Feyenoord een belangrijk duel in de titelrace. Ruud Geels speelt dan gelukkig nog steeds in Amsterdam. En hij scoort en brengt Ajax op 1-0 op het moment dat de wedstrijd wat fit nodig had. Ruud Geels brengt Ajax op 1-0. Hij scoort. Ruud Geels, die was een schitterend doelpunt. En Hans Erkens ging aan de basis. Ruud Geels ronde dat voortreffelijk af met het hoofd. Het is 2-0 voor Ajax na ruim 36 minuten spelen. Mede dankzij deze overwinning wordt Ajax kampioen. In totaal scoort Geels maar liefst 10 keer voor Ajax tijdens een klassieker. Feyenoord is koploper in de Eredivisie. Na 25 speelrondes hebben de Rotterdammers 3 punten meer dan Ajax. En aangezien wij een veel beter doelsaldo hebben, wordt Ajax bij winst de nieuwe nummer 1. De vorm bij de Rotterdammers is goed. De laatste 5 wedstrijden werden allemaal gewonnen. Al ging dat niet altijd even gemakkelijk.
De topscorers in Rotterdam zijn Kutsjoe en een oude bekende in Amsterdam, Danilo. Beide hebben 8 doelpunten gemaakt. We eindigen deze klassieke warming-up natuurlijk zoals alle anderen. Met het antwoord op de quizvraag. Want wie maakte in april 2017 tijdens Ajax Feyenoord zijn eerste doelpunt voor Ajax 1? Ziyech, en daar is het 2-0. Neres, zijn eerste in het eerste en Ajax op 2-0. Zondag om 2:30 staat de kraker tussen Ajax en Feyenoord op het programma in een kolkende Johan Cruijff Arena. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Bij winst grijpt Ajax de koppositie in de Eredivisie.